Mensen, hartstikke leuk dat jullie kijken naar de allereerste video op mijn YouTube kanaal. Het is zoveel aangevraagd op mijn TikTok, dus ik dacht het moet nu wel gebeuren. Vandaag vis ik op roofvis. Dat is een beetje wat ik doe, dus ja, verwacht dat ook echt vooral op mijn account. Ik hoop toch echt wel even een snoekje eruit te halen. Snoekje staat nu op 1 en anders misschien een baars. Maar hartstikke leuk dat je kijkt en we gaan er wat moois van maken. Ik heb een mooie hengeltje weer uit de kast getoverd en ik vis vandaag dus met de Abu Garcia Max Pro, een set van LMAB en natuurlijk mijn schepnet en tas en al het normale wat je bij je hebt. Ik hoop er toch wel even eentje uit te toveren. Minstens één. Moet lukken. Hij heeft ook echt die lijmgroene paddletail en het lijkt op een baarsje. Hier moet hij toch mee vangen. Hij gaat echt zo mooi door het water. Er zijn vast mensen die zich afvragen wat is nou echt goed kunsthaas voor snoek. Wat ik altijd gebruik is best redelijk kleine sets voor nu in de zomer. Want de forens zijn nog niet echt heel groot. En dan hoef je ook niet super groot kunsthaas te gaan gebruiken. Denk dan bijvoorbeeld aan zoiets bijvoorbeeld. Dat is gewoon al goed. Als zometeen het najaar begint, wat het eigenlijk al een beetje bijna is. Dan kan je overstappen op iets groters. Dit is dan de grotere versie van de Berkeley. Ja, weet je kan het allebei proberen. Allebei werkt goed. Maar voor nu vis ik eigenlijk gewoon een beetje met die kleinere sets. Ook omdat die aasvissen nu op dit moment gewoon redelijk klein zijn. Moet je gewoon niet willen om groter te vissen. Kan wel. Maar ik vang ze ook op kleine kreeftjes. En als ik zeg kleine kreeftjes, dan bedoel ik ook echt kleine kreeftjes. Dit zijn 5,5 centimeter kreeftjes. Hier vang ik de dikste snoek op. Ik had er laatst bijvoorbeeld eentje van 90 centimeter. Als je die wilt zien, moet je even naar mijn TikTok account gaan. Staat in de bio. Maar echt jongens, dit werkt ook super goed. Daar een beetje in die sluis gooien. Perfect. Toch raar dat je op zulke plekken zoals daar bij die sluis, dat je daar gewoon niks vangt. Terwijl het wel echt gewoon goed aanvoelt. Ik heb het wel echt ontzettend warm. Dus wat doe je dan? Dan ga je een ijsje halen bij de Mac. Goedenavond, welkom bij McDonald's. Even kan ik ook zijn op hem. Hey, mag ik 1 ijskoffie karamel? Oh. Hey. Hey, Vuist. Ik ben weer op mijn For You. Nee. Ik zie je nooit meer. Ik maak nu visvideo's. Daar heb ik echt zin in, jongens. In een ijskoffie. Boah. Ik zeg altijd tegen mezelf, ik ga echt niet meer naar de Mac. En waar sta ik nu weer? Ik sta weer bij de Mac. Ik ben een ijskoffie te halen. Hoi. Hey. Dank je. Fijne avond. Blijft toch lekker. Even een ijskoffietje tussendoor. Nu alleen nog even vis vangen. Maar dat moet wel goed komen. Ik heb nog een paar spots. En als die niet lukken. Ja, dan weet ik niet. Dan heb ik gewoon geen vis. Ja, dat is jammer. Kom vast goed jongens. Kom vast goed. Anders moeten we even een paar baarsjes tikken. We zijn aangekomen op de volgende stack. En ik hoop wel dat ik op deze stack wat ga vangen. Aangezien ik hier al wel meerdere vis heb gevangen. 2 keer maar een snoek. Dus dat valt mee. Baars zit het hier wel echt vol mee. Dus ik pak mijn GoPro erbij. De GoPro die ga ik klaarzetten. En ja, laten we gewoon hopen dat we even een visje vangen. Het water ziet er hier mooi uit. Het is mooi rustig. Wind is eigenlijk niet te bekennen hier. Kijk, en daar zie ik al wat bewegen op het water. Dus dat zou waarschijnlijk een klein baarsje zijn. Maar we gaan het zien. Ik hoop natuurlijk een vis. Oeh, daar zie ik ook alweer wat. Ik heb er vertrouwen in, jongens. Deze plek zou misschien een snoek op kunnen leveren. Maar misschien ook een baarsje. Misschien ook zo meteen even mijn baarsengel erbij haal. En ja, we gaan het zien. Jullie gaan het ook zien. Gooi hem even helemaal daar achteraan. Misschien dat er wel een snoekje ligt te rusten of te slapen. Dat hij zo even wakker wordt en bam, knalt hij er zo op. Ik zie wel echt allerlei dingen op het water. Volgens mij zijn dat gewoon kleine baarsjes. Ik ben dus echt benieuwd wat hier gaat gebeuren als ik hier een beetje met mijn baarsengel loop te gooien. Ik denk dat ik op deze plek terug moet komen met een baarsengel. Misschien dat ik dat zo meteen nog doe. Maar ik zag daar verderop ook nog een aantal plekjes. Dus ik ga die nu even snel afvissen. En misschien dat ik zo meteen even terugkom met mijn baarsengel. Het zou leuk zijn als ik misschien nog een klein baarsje eruit vis. Maar voor nu... Daar verderop zit een steiger. Die ga ik afvissen. Er zitten ook veel waterlelies. Misschien dat ik er nog even eentje uitvis. Misschien. Ik hoop het. Hoop is hoog. Kans is gemiddeld. We moeten het nog even zien, jongens. We moeten het nog even gaan zien. Ik zie al wel wat activiteit op het water. Kijk. Hier is het steigertje. Ik zie al wel een aantal dingetjes op het water. Hoop is hoog. Het is toch tijd om even van aasje te veranderen. Ik heb er nu dus de LMAB aan zitten. Of nou ja, een set van LMAB. En ik moet even kijken of ik nog iets anders bij me heb. Want ja, ik weet niet. Toch niet even een heel fijn gevoel bij deze. Terwijl het wel gewoon echt een hele fijne set is. Maar ik zat dus zo te kijken. Wat is nou beter voor dit water? Ik denk
Even kijken. Dit is wel echt een mooie set. Maar ik denk dat ik vandaag ga voor... Deze ga ik denk ik eraan doen. Bam. Even deze eraan gedaan. Oh, ik hoop zo dat ik er even eentje vang. Het is zo'n mooie avond. Zo mooi. Het water is mooi rustig. En nog vang ik niks. Maar ja, je kan niet altijd alles vangen. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op de abonneerknop. Like deze video als je het leuk vindt. En laat ook even zeker weten achter wat ik nou nog moet doen. Welke soort visserij ik moet doen. Zoals ik al zei, ik vis voornamelijk op snoekbaars, snoek en baars. Maar ja, laat even weten wat jullie allemaal willen zien. Ik ben wel benieuwd. Maar ik ga weer even verder. Ik zit ook echt helemaal onder de muggenbulten zo wat. Die muggen blijven maar steken. Aan het water is het altijd echt veel erger. Op deze plek was het helaas niks. Maar blijf proberen. En ik zie hier nog een klein inkepingje. Hier gaat het gebeuren. Ik voel het. Je hebt hier waterlelies. Je hebt hier eigenlijk alles. Het water is mooi stil. Het begint ook al een beetje fris te worden. Je hebt net een beetje dat temperatuurverschil. En ik hoop dat het snoek gaat jagen. Misschien wel, misschien niet. Komen jullie vanzelf achter. Oeh. Daar had ik beet, jongens. Ik denk dat het een baarsje was. Ook niks op die plek. Ik ga nog één keer terug naar die baarsplek daar vooraan. Misschien dat daar nu wel snoekjes liggen. Ik weet niet of je dat kan zien, maar de zon gaat onder nu. Het is een beetje dat laatste half uurtje met licht. Maar toch, hopelijk nog wel even één snoekje, kom op. Oh, pas op voor deze brandnetels. Door het poortje. Oh, wacht. Dan moet ik weer door het poortje terug. En dan hier langs. Hier is het. Kijk dan jongens, dit is het plekje. Je zou denken dat ze toch echt wel hier in het sluisje zitten hier. Of hier in het hoekje. Ja mensen, helaas geen vis gevangen. Ik heb er hard voor moeten werken. Maar niks gevangen helaas. Maar vond je dit nou wel een leuke video? Abonneer dan even hier beneden. Laat even een leuke reactie achter. Geef de video een like als je hem leuk vond. Hopelijk heb ik de volgende keer wat meer geluk. Maar we gaan ze nog wel pakken jongens. Ik zie jullie bij de volgende keer. Later.